Vandaag gaan wij weer Spider-Man 2 spelen. Smash eventjes op die like als jullie zo snel mogelijk aflevering 4 willen zien. En zoeken jullie trouwens nog een lekkere warme hoodie voor in de winter? Ga dan eventjes naar clonnyarmy.nl via de link hier beneden. We gaan er maar gewoon meteen induiken. Hier was eventjes een super cool shot van Miles in zijn Edgelord Batman K-pak. Geen idee. Dus dat stoppen we nu even weg. Als eerste, voordat we gaan spelen, gaan we trouwens eventjes een andere suit kiezen. Ja, wat zullen we doen? Ik vind eigenlijk deze gewoon heel erg sick. Omdat hij zo'n capuchon heeft en een cape. En ik vind de andere van Miles... Ja, ik weet niet. Ik ben er niet zo van. Nou ja, nee, deze is wel cool. Deze trackpak. Nou, is die wel erg flashy. Misschien doen we gewoon de klassieke of deze. Oeh, oh, deze is wel sick. Ik denk dat we deze doen. Oké, die gaan we craften. En even kijken wat de varianten zijn. Hoe gaan we daar ook alweer heen? Oh, hier, stijlen maken. Oh, wat, dat kost ook. Oh, nee, dat kostte ook tokens. Dat wist ik niet. Dat wist ik niet. Zoveel wilde ik nou ook weer niet uitgeven aan deze suits. Even kijken. Oh ja, maar deze zijn echt heel lelijk. Nou, ik heb voor niks stadstokens uitgegeven en tech-tokens, helaas. Dan kijken we ook even naar Peter. Oh, maar deze hebben we nog niet gebruikt voor Peter. Deze heeft een veel sickere cape. Die van Miles had een soort rare vorm of zo. Oh, deze is ook wel cool. Oké, okay, Peter heeft echt hele coole suits. Maar ja, met Peter hebben we nog niet gespeeld, dus dat laten we eventjes. Even kijken. Waar moeten we heen? We hebben daar een mission objective. 2200 meter. Hoezo is dat zo ver weg? Wacht, we gaan weer heel eventjes naar de kaart. Oh ja, dat was het natuurlijk. We moesten naar de gevangenis gaan, naar de raft. Volgens mij moesten we naar Marco kijken of zo. Of we moesten MJ helpen. Ik heb geen idee. Zullen we daarmee beginnen of gaan we eerst de misdaad doen? Nou, weet je wat? We gaan eerst gewoon eventjes lekker webslingen. Daar heb ik zin in. Oké, okay, here we go. Hoppa, we gaan ook even meteen hier in de windtunnel. Of ga ik de verkeerde kant op? Oh nee, hij is goed. Wow, jeetje, wat een scherpe bocht hier. Oké, okay, het spijt me. Ik moet even inkomen, oké? Okay? Oh, dit is echt een leuke windtunnel. Je gaat echt gewoon kriskras door heel de stad. Jeetje. Die wingsuit vind ik nog steeds heel lastig om te besturen. Het spijt me. Deze keer is het wat? Wat zei je, Miles? Wat ben je aan het murmelen daar in je suit? Ik hoor je niet. Je gaat te hard. Nou, weet je wat? We gaan eerst wel eventjes een misdaad doen. Een geldwagen. Wat? Er is een geldwagen. Oh, wat? Dit zat gewoon op een kruispunt. Oké, okay, here I am. It's your friendly neighborhood again. Dit keer is het de andere, de kleinere, de minder gespierde, degene met minder ervaring. Eigenlijk ben ik gewoon helemaal minder. Dat is misschien niet zo goed om te zeggen. Wat? Huh, die guy viel gewoon neer. Dat was echt super weird. Ik zat te wachten op wat die finisher zou doen. Maar hij deed gewoon niks. Hé, hey, oh. Wat ga jij doen? Oh ja, hier moeten we volgens mij een uppercut doen als we een wapen hebben. Even een dodge. Hoppa. Slingertrap. Slingertrap. Een slingertrap voor iedereen. Hoho, die was echt heel satisfying. Oh, wat? Jij leeft nog? Oh, ik dacht het was het al. Oh, het spijt me. Sorry. Ik heb je onderschat. Ah, nou, toch niet helemaal volgens mij. Did you guys know that the bags banks use don't have big dollar signs on them? I know. I was disappointed. Wat? Waar heb je het over, Miles? Ik heb echt geen idee. Miles, waar heb je het over? Ze zijn al dood, hè? Of in ieder geval bewusteloos. Het heeft niet heel erg veel nut om dat nog te vertellen. Dat had je net moeten doen. Nou, nu gaan we wel naar de raft. We moeten nog best wel een end. Dus dan kunnen we weer eventjes lekker webslingen. En nu weer even de wingsuit. Ik hou echt van de wingsuit. Alleen moet ik er wel even beter in worden. Gewoon bochten zijn lastig. Oeh, die was wel nice, though. Die was echt nice. Oké, okay, zo, naar boven. Yes. Oh, perfect. Oeh, nice. Oké, okay, nu wingsuit naar beneden. Oh, dat voelt zo flipping lekker. De wingsuit is echt amazing. Doe eventjes dit. Doe even B ingedrukt. Hoppa. Perfect. Ik bedoel cirkel. Sorry, ik ben een Xbox-controller gewend. Oh jeetje, de raft is echt heel groot geworden. Ik kan me niet herinneren dat de raft zo aanwezig was in de vorige game. Zo, hier. Perfect. Hoezo ben je nou aan het toeteren, bro? Ik weet wat ik doe. Ik ben flipping Spider-Man. Wow, dit is echt sick. Ik kan gewoon in de gevangenis staan. Hier, ik kan gewoon in de courtyard staan. Ik denk niet dat dit mag. ik denk dat dit zwaar illegaal is. Zo, we zijn er bijna. Even hier naar boven. Eén keer jumpen. Oh, kijk, Peter is het al. Yo, hij is echt beschadigd. Looks like I'm just in time. Zo, dat was een sicke box. Dat is een bro box. Een bro fist. Wat is dat nou weer? Oh, de Scorpion. Heet die zo? Hoezo mogen ze ook trouwens hun suit houden in de gevangenis? Lijkt me echt een heel dom idee. Keep it moving, Gargan. Oh, zijn staart zit wel in de boeien. Wat geluid wanneer die loopt. Ready for the next one.
Next one. Thought we were just babysitting Scorpion today. Doet hij dit zelf of is die zeg maar... Weten ze dat Spider-Man dit doet? Wie is dat? Martin Lee. Dat is Martin Lee! Yo, hij heeft langer haar. Nak niet eens door. Ik dacht, wat is dit voor een random guy? Oh, hij wordt boos. Oh nee, dat is Miles trouwens. Miles. Oh, maar Martin Lee heeft natuurlijk ook de vader van Miles doodgemaakt. Dat was ik vergeten. Ja, Miles kan nog minder zijn anger onder controle houden. Zit die guy nou gewoon echt permanent zo op zo'n Miles. Plaat? It's fine. I'll be okay. Dat is dat gast van Otto, of niet? A little early for fireworks. We gotta go. Oké, okay. Weird. Heel erg weird. Hoezo ontstaat dat gewoon daar? Hoe komen die capsules daar? Zij hebben ook gewoon niks door? Wat is dit? Leg uit! Oh crap. Ja, het is een aanval, geplande aanval. Oh, je Scorpion zit op deze boot natuurlijk. Hij wordt geëscort. Oh crap, we moeten het schip gaan beschermen. Hoezo beschermen ze dit ook met een paar soldaten met wapens? Wat is dit? Oh, dat is Kraven, of niet? Die gast van die jungle. Oké, ik heb die guys uit de jungle een beetje onderschat, moet ik zeggen. Ik wist niet dat ze dikke planes hadden. Dikke VTOL dingen, jetskis. Dit is lijp. Doet ook gewoon even een dikke backflip. Ik denk dat we deze escort een beetje onderschat hebben. Oh, nee. Oké, okay, nog een keer onderschat. Wat was dat? I really should have stretched. Je kunt zware aanvallen niet ontwijken. Weer zware aanvallen af als de waarschuwing van geel in rood verandert. Oh, je kan ze niet ontwijken. Je moet ze parryen. Oh ja, daar zat natuurlijk een parry mechanic in. Ik denk dat ik weet met welke knop dat was. Oh, damn, dat is sick. Oké, moest ik hem nou tap of ingedrukt houden? Ik weet het niet. Oké, is die guy nu weg? Of is dat gewoon een random dude? Oh, ja, volgens mij is dat gewoon een nieuw enemy type. Ik moet nu oprecht wat leppetjes gaan oppassen. Het spijt me. Of opletten. Oh, crap. Ja, ook oppassen eigenlijk. Bam, parry. Oh, ja, de parry die is echt super nice. Want hij stond ook gewoon meteen met aanvallen. En die moet ik vaker doen. Oh, crap, daar deed ik hem te vroeg. Rustig aan. We gaan bijna dood. Het is niet nice. Moet eventjes wennen. Wat het irritant is dat hij niet alleen maar van dat soort rare aanvallen doet. Hij doet ook normale, dus dat is wennen. Oké, okay, zo, even deze doen. Bam, allemaal in de lucht. Even allemaal springen in de lucht. Handen in de lucht, alles in de lucht. Ik weet het niet. Oh, crap. Die gast had echt één bot of zo, zag je niet dat? Oh, die finisher. Oh, met die klauwen, dat is echt eng. Die spinnenklauwen zijn echt eng. Stel je voor, dat kom je in het echt tegen. Oké, okay, zo, jij eraf. Bam, bam, bam. Oké, okay, waar zijn die gasten met die messen? Kom op, kom eens hier. Kom eens hier, ik wil hem meer zien. Ik wil oefenen. Oh, Lee zit ook op deze boot natuurlijk. Ja, het leek alsof hij weer naar binnen ging in de raft. Hoppa, get dodged, kid. Even een slingertrap. Van de boot af. Toedeloe. Nee, nee, nee. Ik wil zelf niet boven het water. Nee. Waar moet hem nu heen? Oh ja, hierboven. Je mina. Ik moet echt even focussen. Het spijt me. Oh ja, ik moet trouwens niet die finishers doen. Ik moet flippen die lijken. Echt dom. Keep fighting, bro. Keep fighting. Yes. Nee, is goed, is goed. Ik doe mijn best. Ik doe mijn best. Stil alsjeblieft niet mijn kills. Nice. Oh nee, daar komt de backup. Zijn dat nou gewoon drones of zo? Oh, wat? Dat zijn gewoon robotvogels. Wat? Dat slaat echt nergens op. Hoe kunnen ze dat in de jungle bouwen? Oké, okay, ze doen op zich niet superveel. Oké, okay, nee, toch wel. Te vroeg gesproken. Maar Spider-Man is flipping badass. Wat zijn dat? Oh, nee. Dit is weird, man. En waar is Miles? Hallo? Is dat nou Kraven? Wat? Oh, nee, nee, dat is hem niet. Dat is een andere dude. Hij gebruikt zijn crossbow's grapplehoek. Hallo? Even focussen. Repositioning.
Oké, ik wil die vogel eventjes. Ik wil die vogel eventjes een finisher doen. Want ik weet niet wat ik van die vogel kan verwachten. Dus die wil ik gewoon weg hebben. Het is ook zo weird dat ik die vogel kan attacken. We vechten nu letterlijk met robots. Oké, even die guy daarboven pakken. Want die heeft nu een vantage point. We zijn heel strategisch bezig als Spider-Man. Hoppa, doen we deze guy nog even. Oh, Miles is er ook. Ja, ik kan echt niet naar het verhaal luisteren. Het spijt me. Yup, stay focused, Spider-Man. Yes, perfect. Oh, hier, wat? We doen een soort duo-dingetje. Jeetje, Mina. Het wordt nu wel eventjes een stukje moeilijker. Ineens gaan de stakes gewoon helemaal omhoog. Oké, deze. 3, 2, 1. Op het laatste doodje. Oh, wat? Hij zweeft er gewoon. Zeg je dat? Er zijn best wel wat bugs. Ze zijn niet echt game-breaking, maar ze zijn wel grappig. Oké, jou even. Hoppa. Oh, dat is een vogel. Wow, daar schrok ik van. Even naar hem toe. Finisher, er is er nog eentje volgens mij. Ja, ik heb ook echt geen idee. Waar zijn ze? Ik weet het niet. Oh, daar is nog één vital ding. Is die vogel er nog of niet? Wat, hij is met raketten aan het schieten. Oké, wacht. Ik denk dat we die moeten deflecten. Of niet? Ik weet het niet. Waar zijn de laatste enemies? Schieten ze niet op ons? Come out, wherever you are. Is er iemand? Hallo? Dit is zo weird. Oh, volgens mij kunnen... Oh, ja, ja, daar, daar, daar. Nee, ik dacht al. We kunnen niet naar de andere kant van het schip toe. Maar er is gewoon nog één stupid vogel. Bam, perfect. Oké, nice. Dat was hem. Wel jammer dat er maar twee van die nieuwe enemies waren. Ik wil nog eventjes oefenen. De parry ben ik echt nog niet aangewend. What now? Oh, ik heb nu pas door. Het is geen gas of zo. Het zijn gewoon signal flares. In dit geval dus voor raketten, hè. Je hebt ook niet gezien of zo? Hoe zijn die daar in hemelsnaam gekomen? Het verdedigingssysteem van New York is echt shit. Wat gebeurt er allemaal? Maar volgens mij hoeven ze Scorpion en Martin Lee niet te hebben. Ze willen hem gewoon doodmaken of zo. Als een bounty, zeg maar. Ja, veel succes daarmee. Dit is echt insane. Ja, nog 10 te gaan hierna. Gat in de romp. Volgens mij is dat niet de grootste worry op het moment. Had je niet door dat er allemaal kogels, zware raketten, vliegtuigen, jetskis, allemaal mensen misschien, die het schip geboord hebben. Damn, Peter is sterk. En daar komt er nog één. Het is zo weird. Hè? Normaal gaat een game van 0 naar 100. Maar deze game begon gewoon bij 100. Yup, I'm good. Ik heb geen idee hoe ik hier ben beland. Waar moet ik heen? Oh, ik moet op de muur blijven. Oh, ik dacht hij gebruikt zijn spider powers. Maar we zijn nu letterlijk zo. Oké, daar naar binnen. Yep. Oh jeetje, dit is heel trippy. Daar was ik bijna dood. Wordt steeds erger. Ja, nogal. Oké, en nu? Oh, nu hierheen. Wauw, deze levels zijn ook zo mooi, man. Zoveel detail voor zo'n klein deel van de game. Oh, crap. Waar ben je? Ja, vertel Spider-Man. Hallo, vertel het even. I'll get you out. Nee, toch niet. Misschien dat je het eerst moet proberen. Ook niet. Nou, het zijn best wel sterke deuren, maar blijkbaar kunnen er wel harpoons inkomen uit de jungle. Electrical access. Ah, daar zijn we weer met de electrical minigame. Die heb ik gemist, I guess. Ik weet het niet meer echt. Misschien is het anders dit keer. Even kijken. Reservestroom. Ah, oké. Okay. We moeten de reservestroom vinden. Nee, ik dacht, het is gewoon weer zo'n electrical minigame. Zoals in de eerste game. Sweet. Jeetje, dit is echt niet chill. Goed gedaan, Miles. Het zag echt heel, heel lullig uit. Oh, crap. Nu moeten we hier door elektrisch water. Nice. Oh, mijn Miles kan er tegen natuurlijk. Zelfs jij. Maar dat is waar. We moeten nu wel een beetje opschieten. We kunnen niet kloten. Oh, nee. Oké, dat is erg close. Dat is erg flipping close.
Hier, openmaken. Ik weet niet waarom het nu ineens wel zou werken. Openslaan. Thanks a million kids. Hij is niet ontsnapt. Hij moest dat zeggen van hem. Saved you. Really? Dat is echt vies. Oh, hij is gepoisoned. Oh, crap. Dat ik niet eens door. Er gebeurt zoveel. Het spijt me. Oh, maar hij ook. Het kan niet. Gaat hij een soort van possessed worden? Dat hij weer gewoon opstaat uit de dood? Oh, nee. Oh, nee. Het gif begint in te werken. Oei. Dat was ook bij Peter toch zo in de eerste game. We have eyes on Scorpion. En Miles is gewoon lekker aan het spartelen. Kom op, Miles. Break out of it. Gelukkig kan je nog wel zwemmen. Oh, dit is heel weird, zeg. Het is not safe. Waar zijn ze nu dan? Waar gaan ze nu naar binnen? Het is zo vredig zonder Miles. Het stuk is zo leuk gemaakt, want je gaat voor de helft, zeg maar, in deze boot ben je bezig. En voor de helft zit je in het echt. Oh, en dan gaat net zo de deur dicht. Doe me echt denken aan Far Cry 3. Die had ook echt gewoon hetzelfde drukstukje. Dat ook zo'n deur voor je neus dicht gaat, volgens mij. Wow, en dan nu ineens die reality hit. Dat was echt lijp gedaan, die overgang. Dit is echt heel erg weird. Wow, wat? Oh, dat doe jij. Dag al. Ineens kan Miles niet meer tegen elektriciteit. Waar zijn we nu beland? Zijn we zeg maar aan de zijkant van het schip die nu zo staat? Oh nee, we zijn nog steeds binnen. Oh, Martin Lee! Gaat niet goed. Oh, wat? Hij heeft nog steeds zijn powers. Hoezo zou ik je vrij laten, bro? Hij gaat op een manier vrijkomen, hè? Wat? Oh! Hij neemt je over! Wat? Of niet, of wel, wat? Oh, dat is gewoon een elektrisch veld of zo. Ik dacht, Martin Lee neemt hem over, waardoor hij zeg maar uit zichzelf slaat. Ligt aan mij of is het niet super handig dat, dat je de zelden zeg maar uit kan halen, hè? Dat is best wel een design flaw, denk ik. Kettingbliksem. Wow, dat is echt sick. Is dat nou een nieuwe ability of niet? Ik weet het niet eigenlijk. Ik ben het alweer vergeten. Oh, get juked, son. Oh crap, dat is zo'n parry, dude. Daar moeten we even voor oppassen. Wacht, eerst wil ik even iedereen killen behalve die guy. Dat is te risky. Oké, dan gaan we eventjes daar naar boven. Kettingbliksem. Bam. Oh, daar is die echt nice. Kettingbliksem is nice. En hoezo heb jij ook ineens armen? Wat? Dit is de eerste keer dat Miles armen gebruikt. Wist hij dat hij dat kon? Dat is echt raar dat hij dat nu pas gebruikt. Sorry als ik er trouwens doorheen praat. Het spijt me echt. Jullie moeten maar gewoon lezen. Ik kan ook niet heel de tijd stil zijn. Oh, die parry was nice. Nu kettingbliksem. Bam. We beginnen al steeds meer aan de parry te wennen. Oh, die dodge op het laatst was cool, toch? Die deed ik zelf. Dat is echt sick. Het is echt lijp hoe flipping dramatisch het nu al is. We zitten zo kort in de game. Het zijn te veel prikkels. Wat? Dat is echt een slechte piloot, serieus. Dat is zo lullig. Martin Lee is echt 5 meter verder. Oh, daar gaat Martin Lee. Wat gebeurt hier dan? Er zit de boot nog. Oh, het ziet er niet goed uit. En hoezo staat niet het hele flipping Amerikaanse leger daar op de dam? Dijk, weet ik veel. Je snapt wat ik bedoel. Hoppa, deze even met finisher. Kettingbliksem zo meteen. Nice. Kettingbliksem, boom. Kan in één keer uitschakelen die handel. Dodge. Jeetje, zelfs point blank kon je me niet raken. Dat is wel echt
heel, heel triest. Deed ik dat nou te vroeg? Nope, helemaal niet te vroeg. Flipping, perfect. Toedeloe. Tot aan de bodem van de oceaan. Nou, daar ga ik nooit komen. Dat, laat maar. Sorry, ik moet nog even aan de one-liners werken, oké? Okay? Ik doe het nog niet zo lang. Spijt me. Oh, even dodge. Whoop. Dit is te nice. Oké, okay, wat kunnen we nog meer doen? Oh ja, we hebben deze nog met Miles. Oké, okay, ja, we hebben ook nog die gadgets. Oh, sorry. Oh, oh, oh. Kettingbliksem. Heeft deze guy nou een harpoon launcher? Oké, okay, jij moet even weg. Oké, okay, jij bent nu boven het water. En er zijn ook vogels. Natuurlijk, stop die er ook nog maar bij. Nice. Oh nee, die heb ik niet gedodged. What? Hoe kan ik dat nou weer niet dodgen? Ik ben een flipping per... Oh, serieus. Serieus, meneer de vogel. Ga eens eventjes weg. Ja, ik moet echt even mijn focusbar vullen. Oké, okay, nu maar even vroeg dodgen. Genezen. Yes, nice. We zijn alweer bijna vol. Oké, okay, mooi. Die is weg en hieronder zat ook nog één iemand. Oh ja, hier. Oh, ik weet het al. Deze gasten moet je gewoon meteen in de lucht kicken. Want dan kunnen ze niks doen natuurlijk. Ja, dat geldt voor elke enemy. Maar dat is een beetje de prioriteit, denk ik. Ik ben nog een beetje de enemies aan het leren. Hey, dat is Craven. Veel succes, bro. Ik heb flipping Spidey sense. Ah. Oké, je hebt me goud, smart. Sorry, sorry. Dat doet hij slim. Spider-Man. Things just went from bad to each river. Hij reageert niet, dus misschien een teken. Oh nee. Well, okay. I'm on my way. We'll deal with Scorpion later. Ja, ik denk aan de ene kant dat Martin Lee en Scorpion misschien wel een grotere threat zijn. Maar ja, ze hebben wel dit allemaal veroorzaakt. Ik weet het niet. Wat doen we? Oh, oh, de motor gaat niet aan. We gaan nu helpen. Oh ja, nee, dat gaat helpen. Oké, okay, ik hoop niet dat er iemand in die zeilboot lag. Ik weet niet wat dat trek aan het begin voor nut had, maar het zal wel. Oké, okay, nice. Nope. Kan die ene vogel dat tillen? Wat? Er gebeurt zo flipping veel. Oh ja, nice. Oh, die dodge was flipping lijp. Die was echt lijp. Miles the badass. En nu? Wat gaan we nu doen? Oh, dit moeten we stoppen. Oké, Hey, nice. En nu trekken. Oh nee, ik moet... Oh ja, hier trekken. Bam. Wat ben je van plan, bro? Ik snap je hele plan niet eens, Miles. Oh, nu zijn we omsingeld. Get dodge, kid. Uninstall, please. Oké, hier. Oh, wat? Wow, wat gebeurt er allemaal? Deze in de lucht. Ik word gehit. Ja, er gebeuren ineens te veel dingen en ik druk allemaal de verkeerde knoppen. Wow, dat wilde ik niet doen. Ik wilde naar boven. Ja, even deze guy weg. Die is super irritant. Oké, die is nu weg. Dat is nice. Jeetje, ik ben bijna dood en ik heb net mijn finisher gebruikt. Dat is dom. Yes, die is nu in de lucht. Oké, die kan niks meer doen. Ja, dat is echt de prioriteit, maar soms is dat best wel lastig. En ze switchen ook constant in aanvallen. Yes, oké, nice. Oh, Spidey senses. Wat? Martin Lee is er uitgebroken. Ze onderschatten echt die superheroes, man, in die gevangenis. Niet normaal. There you are, bro. Hoe heeft hij überhaupt die powers ook alweer gekregen? Ik weet het niet meer. Daar is wel iets over gezegd. Holy moly, lekker bezig Spider-Man. Miles was niet aan het opletten. Hij heeft die vengeance in hem. Just gonna let me die. Natuurlijk, bro! You don't know what you took from me. What? Oké, okay, in ieder geval wel nice dat hij niet is ontsnapt. Ik had verwacht dat Miles anger issues zou hebben en dat hij zou ontsnappen. Ja, klopt. Er gaan allemaal onschuldige mensen dood. Please. Stop. Dit ziet er zo lullig uit. Even serieus. Miles, kijk even achter je, bro. Miles, jij asshole. Please.
Nu moet Peter dit allemaal in zijn eentje doen. Even serieus. Stop! Wat een dude! Hij zag het zelfs. Ja, het is lastig, maar ik zag toch niet echt voor me dat, dat je dat zou lukken. Hey! Lekker bezig. Had je dat niet net al kunnen doen? Ik weet het niet. Wie had ooit gedacht dat de schroef van een boot zoveel schade zou toerichten? Jeetje, Mina. Dat was het. Wauw. Eind goed, al goed. First responders are on site now, at least. Nu pas! En het leger nog steeds niet. Staat in de file of zo. Any luck up river? Nothing but debris. Who are those guys? Whoever they are, they're packing some serious tech. Ja, klopt. Now they got all that, plus Scorpion and Lee. Hey, whatever they're planning, we'll find them. We'll stop them. Yeah. Pete, when I saw Lee inside that ship, my powers, they... You think his energy got entangled with yours? I don't know, man. But it feels volatile. Well, wherever Electric Blue came from, it saved the day back there. Hey. Oh, dat was ook met die schroef, was dat? Ah, dat zag ik niet. Het is een merch een beetje. Promise. Don't leave me hanging. Trying to soak over here. Not on my watch. Come on. You're too much, man. Dat was wel even een wholesome moment van Peter. Een epic bro moment. Nice. Menu vaardigheden openen. Hier, een hele emotionele missie. En we duiken meteen hierin. Miles heeft kettingbliksem en venomstoot. Ja, nu hadden we Venom Punch. Ja, ik vind die kettingbliksem best wel nice. Ja, er zat niet echt informatie bij van dit is goed tegen deze enemies. Maar ik vind het chiller dan die stoot. Want die stoot is echt gefocust op één dude. Oké, en wat hebben we voor Peter? Ja, dat is gewoon exact hetzelfde. Ik ga nu ook even naar de skills kijken. Ik heb hier super lang niet naar gekeken. Al twee video's niet. Ja, ik weet niet. Deze abilities zijn misschien wel nuttig. Maar ik vind ze niet zo spannend. Weet je wat ik het leukste vind? Al de websling dingetjes. Kijk, daar heb ik al mijn points tot nu toe ingestopt. Oh, je hoeft niet op de muur te lopen. Oh, serieus? Dat hebben ze gewoon toegevoegd. Dat is echt lijp. Dat wilde ik al. Oh, dit is sick. Hier, als je een parry doet, dan gaat zijn wapen weg. Oké, we doen die. En dan doen we deze. Nou, dan hebben we dat gedaan. Dan wil ik eventjes onze nieuwe powers uittesten. Dus even kijken. Hoe werkt het om een gebouw slingeren? Oké, je moet dan zo meteen richting een gebouw. Hey, I'm Glaren. What? Too busy to visit your fans? Nah. I was just giving you space after you got out. Don't need it. Besides, we gotta settle some things. We do? See you soon. Was het al in de vorige game dat de oom van Miles, a.k.a. de Prowler, vrij is gekomen? Stop eens, Miles! Ik praat de eerst! Dankjewel. Wat was het nou ook al in de Miles Morales game? Dat de oom van Miles, dus a.k.a. de Prowler, vrij is gekomen? Of is dat nu pas? Want dan is dat nu gewoon even zo casual gereveeld of zo. Want nu is het gewoon weer oké. Ze waren tegen elkaar aan het vechten. De Prowler heeft Miles bijna doodgemaakt terwijl hij het niet door had. En ook andersom hadden ze het niet door. En nu is het gewoon weer oké. Dat is echt super weird. En dan moeten ze nu gaan praten. En Miles is het dus aan het ontwijken. Heel weird. Oh ja, dat wilde ik zeggen. Dat die nieuwe skill die we hebben unlocked, dat je zo langs het gebouw gaat, die is echt heel erg sick. Kijk dit. Oké, dat was net een beetje lullig, maar wacht. Kijk dit. Het is zo sick. Je hoeft hem namelijk niet volledig te gebruiken. Je kan ook gewoon even heel kort aan de zijkant vastplakken, maar je kan ook lang. Oké, nu ga ik net heel erg langzaam. Wacht, ik heb even een betere plek nodig. Dus zo. Ja, en soms doet hij dat. Dat is een beetje weird. Ik moet er nog een beetje aan wennen. Maar zo. Bam. Hier, dat is toch super sick. En deze hier. Ik weet niet, je bent zo vrij om dat zelf te kiezen of zo.
Dus je kan vanaf heel ver weg of heel dichtbij of heel lang of heel kort. Echt heel cool. Hier en dan doe je zo en dan ga je hier en dan zo, bam. Hier, het is zo nice en je gaat zo snel. Ze hebben alles veel sneller gemaakt in deze game. Het is veel meer fluid of zo. Aanval met brandijzer. I don't give a shit, bro. Ik ga naar de main missie. Wat is de main missie überhaupt? Ga naar Oom Aaron. Oh, dat gaan we nu doen. Yikes. Oké, dat wordt een lastig gesprek, denk ik. Echt een lastig gesprek. Maar here goes nothing. Nou ja, eerst moeten we nog 3000 meter reizen. Lekker bezig, man, met je zeilboot. Hoppa. Oh, het is zo cool. Ik hou echt van die windtunnels. Ze zijn ook chill geplaatst of zo. Het is ook een soort fast travel. Satisfying fast travel. Even kijken, waar moeten we? Hier volgens mij. Oh, kijk, dat is toch sick. Die nieuwe ability. Ik hou er echt van. Ik hou er echt van. En hier kan je gewoon wingsuiten over het park. Echt een hele toffe game. Ik weet niet, de webslinging is nog wel heel erg hetzelfde. Maar gewoon, ah, ik weet niet, ze hebben het net gefine-tuned. Jeetje mine, dat was satisfying. Dat was echt satisfying. Het wingsuit gaat nu ook al beter. Gaat flipping perfect bijna. Echt perfect. Hoppa. Oké. We really gotta do this with the mask on. Precies, bro. Depends. We moeten goed praten. Relax. Nou, heeft hij wel echt gare dingen gedaan. I'm trying to get my ass kicked by my nephew again. Wat is überhaupt zijn motief? Dat weet ik niet eens meer. Your dad used to give me that exact same look. Kid? Martin Lee. Someone got him out. I know what you're thinking, Miles. This is not on you. We can't let him live up here. It's just another kind of prison. It's not that easy. Never said it was. But sometimes you gotta push the past away so you can make room for the future. That's actually why I called. Need your help getting something. Oh, zijn dit side activities? Parole means Prowler's retired. What is it? Just some old tech I gotta get off the street. Stashed it by a decommissioned Roxxon lab near Central Park. Yeah, I know the one. Are you really putting Prowler behind you? Hoe is hij nou zo snel uit de gevangenis gekomen? Echt 2 jaar of zo. Zat hij er überhaupt wel? Ik weet het niet. Dat verstond ik. Misschien is dat niet zo. Begin some. How did you... Hey, Miles. That Lee business? Don't be stupid. Yeah, yeah. Dat is wel een blunder met dat masker. Dat is wel echt badass. Oké, maar dat zijn gewoon sidequests, of niet? I'm here. What am I looking for? Just use your eyes, nephew. Uploaded some Prowler code into your mask when I swiped it. What? Of course you did. The stash stays hidden until it detects the code from my suit. Give it a shot. Don't cheat. Take your time. Done. Wow, dat was echt heel erg weird. Jullie kunnen dat niet voelen, maar die PlayStation controller, want dit is op PS5 deze game. Die heeft een soort van aparte triggers. Die kunnen zeg maar zwaarder worden en ook trillen een soort van. Hoe die minigame werkte was, je triggers die trilden heel erg. En naarmate je meer indrukte werden ze zwaarder. En je moest ze dus een soort van balanceren. Dat was niet per se moeilijk, maar het voelde gewoon leuk. En nu? Ben ik dom? Shit. Oh. Wow. Wat? Dit is zo flipping weird. Ik dacht het zijn gewoon stomme collectibles. Wow. Verplaatsen naar de positie waar je het paneel naar de onthullende locatie kunt trekken. Oh, zo. Ah, what? Oh, die stippeldingetjes laat zien hoe het moet zijn, zeg maar.
Oké, okay, hoezo kan je dit niet zelf doen? Oh ja, omdat hij de Prowler achter zich heeft gelaten. Next level, man. Ja, hoe heeft hij dit nou weer gedaan? Ik dacht, dit is gewoon een oude lul of zo, maar ja, ik weet niet. Hij heeft wel zijn shit voor elkaar. En die beats, die staan nu echt al 3 jaar aan in deze kamer. Yo, laat zien. Wat is dit? Got it. Oh, dat is een masker. Tell me what this is. Old suit prototypes. Feel free to keep it. Some good tech in there. Cool. Could definitely use this. Ah, oké. Okay. Ik weet wat het is. Het zijn dus wel van die collectibles. Het zit overal in de stad en dan krijg je van die techpunten. Ja, oké. Okay. Die hebben we nodig om dingen te maken. Selecteer gezondheid. Oh, wat outfit skills zijn daar ook. Oh, dat is nieuw. Dat is nieuw. Oh, dat is wel sick. Yo, ik ga alles in health pompen. Dat weet ik nu al. Bam. Dat ga ik echt nodig hebben. Oké, okay, even kijken. Wat kunnen we hier nog bij schade? Oh, nu kunnen we niks meer doen. We hebben meer tech-onderdelen nodig. Oké, okay, duidelijk. Dat is best wel leuk. Dat kan je dan ook een beetje weer grinden of zo. This isn't the only stash. Unk. Whoever freed Lee sounds like my tech is right up their alley. I don't want it falling into the wrong hands. You're the only person I trust with this. Oké. Okay. Maar dat is zo'n weirde smoes om een side-activity te verzinnen. Hij is de Prowler niet meer, maar hij heeft oude technologie. Hoezo heeft hij zoveel kleine plekjes? En dat moet ik dan gaan verzamelen. You on your way? I don't know. Right. Ik weet niet. Het is gewoon weird. Mr. Atlas is confirmed to be here. He's got the best music technology program in the state. And I heard he's talking scholarships. I have so many questions for him. Be there soon. Oeh, interessant, Miles. Lekker. Wat is Brooklyn Visions? Dat is een school? Wow, kunnen we naar school toe? Wow, hold the phone, daar wil ik heen. Oh, dat is hier. Dat is helemaal aan de andere kant van de map. Oh, dat wil ik doen. Oh, maar het is wel nice dat het aan de andere kant van de stad ligt. Want dat betekent natuurlijk dat we lekker kunnen gaan webslingen. Dus here we go. Kijk, we even wat leuke dingetjes proberen. Want normaal webslingen, dat kennen we nu wel. Hoppa. Oh, ik hou echt van die nieuwe ability. Gaan we hier even helemaal naar boven. Zip. Bam. Websuit. Heet het zo? Websuit? Ik heb echt geen idee. Dat is wat minder smooth. Hier zo. Oeh, very nice. Very nice. Bam. Zo. Rennen. En dan hier. Point launch. Point launch. En nog een keertje hier. En dan doen we weer wingsuit. Dit is zo amazing. Je kan zo creatief zijn. Dit is echt leuk. Oh, en ik doe trouwens ook nog geen tricks. Wacht. Oké, dat gaan we hier even doen. Oké. Zo. Wat? Dat was echt super weird. Zagen jullie dat? Oh, dat was echt een weirde bug. En dat vond ik wel een game-breaking bug. Want ik wilde net iets cools doen. Oh, trouwens, hier moeten we oversteken. Nou, dat gaat trouwens niet zo makkelijk. Bijna een nat pak. Dat is niet fijn, een nat pak. Even kijken. Zo. Zo. Kom op, Miles. Doe het even goed. Oh, dat is satisfying. Maar eigenlijk moet je, zeg maar, eventjes langs een bocht gaan. Dat is het beste. Als je zo. En dan zo. Oké, okay, dan moet je niet het gebouw aanraken. Maar dat was echt mijn favoriete ding om te doen in de vorige game. Oh ja, het is ook leuk om zo laag over de grond te gaan. Ja, dit. Oh, dit is satisfying. Wacht, wat? Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Wacht eens heel even. Kijk dit. Hier. Hallo. Het lijkt alsof er gewoon een paar NPC's zijn ingespand op een boot. Die helemaal niks van zeilen weten. Ze hebben namelijk ook geen zeilkleding. Hij zat niet eens op het roer. Het zeil is niet eens gehezen. Kijk, dit is een leuk detail. Als ik zo die charge jump wil doen. Kijk naar zijn suit. Hier, die charged echt. Dat is echt cool. Waar moest ik nou heen? Oh, hier. Er staat geen marker meer op mijn hut. Hallo. Mijn Spidey hut is gebukt. Genki, update eventjes. Zo. Kijk dit, hè. Woep. En dan wingsuit. Het blijft echt amazing. Wacht, kan ik ook dit doen? Ja, dat kan. Oh, dat is zo leuk. Dit slaat echt nergens op. Hier, ik kan die nieuwe ability op die watertoren zetten. En ik kan gewoon oneindig lang spinnen. Oh, niet oneindig. Wat? Dat was zo weird. En ik bleef ook gewoon maar tollen. Oh, dit is hem trouwens. De vuurwerkmisdaad. Zo, die gaat echt heel lang door. En de politie is er nog steeds niet. Deze mensen hebben echt een raket hier of zo. Wat? Oh, ze zijn gewoon volwassen. Wat een dombo's. Hebben jullie dit zelf gemaakt? Wow, een vliegtuig. Kijk.
Oh, is die dood? Eigen schuld, dikke bult. I knew those fireworks looked shady. Ja, maar toch doe je het, dumbass. Looks like he's just unconscious, but I'm not taking any chances. Ai, is goed. En jullie hebben dit ook. Nou, dan wil ik wel zien dat je dit nu... ik wou zeggen verbrand, maar dat is... Nee, dat is niet handig. Maar ik wil zien dat je dit nu in de prullenbak gooit. Oké? Okay? Loop erheen. Want dit vind ik verdacht. Gaan we eens even lekker niet doen, vriend. Where am I? Spider-Man? Yeah, Spider-Man. Also, for obvious reasons, I gotta tell you personal fireworks are illegal in New York. But we didn't know. They're for our brother, Lex. We lost we didn't know. He always loved them, so we tried to launch a few around his birthday. Oh man, I'm sorry. Maar dat is wel wholesome, maar... Straks ga je ook nog dood. Is je toevallig dood gegaan door vuurwerk? There. Staff here is great. They'll take good care of you. Thanks. Actually, wait. If those fireworks we bought were sketchy, maybe you should check where we got them from. Some docks north of us between those two bridges. Hallo, ik word hier niet voor betaald. I'll take a look. Heb ik zijn leven gered? Hey. Just dropped Mike off. He thought I should check where y'all bought your fireworks from, too. The dock guys? That's a good call. But watch out. I know I saw two of them with guns. Like serious guns. What? I'll be careful. Thanks. That's best wel goofy. En hoe komen ze trouwens ook altijd aan het nummer van Spider-Man? Hoe hebben ze dat gefixt met die app, dat je één keer kan bellen? Get back to checking the guns and let me work my magic. Dat leek op een hele onveilige locatie om te werken. Miles kan zich camoufleren wanneer zijn camouflagemeter vol is. Hij wordt dan onzichtbaar. Oh, wat? Je kan ze niet zo ophangen, zeg maar. Sorry, ik heb er niet echt een beter woord voor. Maar dat kan alleen Peter dat? Oké, oh, ja, dan moet ze met vierkantje natuurlijk. Hallo. Ze lopen gewoon allemaal in mijn traps. Ze zijn echt dom. Ik gebruik die gast gewoon als lokkaas. En ze gaan ook allemaal zo gluren naar dat lijk. Bro, je ziet toch dat hij er niet meer is. Dat zie je vanaf beneden. Kan ik gewoon dit doen? Ja, dat kan. Oh, en hij draaide ook net om. Hoe zag hij dat niet? Want wie zag het nou? Oh ja, hij. Maar nu ziet niemand het. Nou, hij ziet het wel. Hij was letterlijk aan vuurwerk aan het werken, bro. Oké, het maakt niet superveel uit. Hallo. It's your friendly neighborhood. Wederom alweer. Oké, ik stop wel met dat zeggen. Wow, call the boys. Yo, me and the boys making illegal firework. Dat is niet toegestaan. Oh, get dodged. Wow, er is ook een brute. Er is ook een brute. En hij is best wel heel erg boos. Sorry. Het spijt me. Oké, okay, zo, weer even opletten. Oh, dat is irritant. Wanneer je met het driehoekje die guys met wapens aanvalt, dan deflecten ze je. Oh, it's on, Spider-Man. Wow! Wow, die brute, die gaat echt crazy. Ik had hem letterlijk al één keer gewapt. Wow, 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 wow. Laten we eventjes oppassen nu. Yes. Het gaat helemaal fout. Het gaat helemaal fout. Het gaat helemaal fout. Holy moly, dat had ik echt niet verwacht. Oh ja, dat was ik vergeten. Die brutes, die moest je natuurlijk webben. Nee, oké, dat was ik oprecht vergeten. Die moet dan naar boven. Die hier. Dat was wel eventjes een noob-actie. Maar ik moet eerlijk toegeven, ik moet ook nog wel even kunnen inkomen. Het is een lange tijd geleden, oké. Okay. Oh crap, de fireworks gaan af. Dat is niet handig. In de rivier. Op de zeilboot. Heb ik dat fout gedaan? Er zijn nog twee aangestoken. Oh! Oh, daar! Oh, ik dacht voor me, maar dat is een firepit. Zo gooi je ze niet gewoon in het water. Oh ja, dat is vervuiling. Yay! We did it. Echt heel mooi, ja. Happy birthday. Is that you? Oh man. I hope Mike saw that from the hospital. Nee, hij lag in een kamer, meneer. Enjoy your time in New York. Stay safe. Dat is echt unsatisfying. Even serieus, hoezo spring ik hier niet overheen? Er zijn nog wel een paar
bugs in deze game. Met webslingen en met de capes en zo. En dus ook met hekjes. Want hier, je kan hier niet overheen springen. Je kan letterlijk overal parcouren. Behalve hier. Je kan letterlijk over dit paaltje parcouren, maar niet over dat muurtje. En deze wel. Nou, eigenlijk wilde ik nog eventjes die, deze side mission doen. De voorlichtingsdag. Eigenlijk wilde ik die nog eventjes doen, maar ik zie nu dat we meer dan een uur bezig zijn. Dus ik denk dat dat wel genoeg beeldmateriaal is. Dus dat gaan we gewoon eventjes laten voor de volgende video. Ik heb er Loki best wel veel zin in om die missie te spelen. Ik weet niet, het lijkt me gewoon leuk dat Miles naar een voorlichtingsdag gaat. Maar voor nu, ik ga de video hier afsluiten. Smash eventjes op die like als jullie hem super awesome vonden. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later!